laatste toeswedstrijd voordat de Veranger overwegend zit dat het Oktoberfeest zal gaan losbarsten. Traditiegetrouw maakt de Fortuna daar ook een Oktoberfeest van. Achter mij snijdt de band, weer zijn spits op de bühne. Die zijn al flink het remt aan het maken. Achter een uurtje of twee om 8 uur begint de wedstrijd tegen AZ. Maar we gaan eens even hier op een Oktoberfeest kijken wie de sfeer hier is. Zo'n Oktoberfeest zien. Ja, zeker, zeker. Dat moeten ze gewoon elk jaar doen. Dat is geweldig. Dit. Gezellig druk. Je hebt de kranen ook goed aan lopen. Ja, de kraan loopt goed. En Hoek deed het perfect. En gewoon bij je. Het struimt allemaal wie het moet zijn. Ja, dit is fantastisch, toch? En dan kom je van Oktoberfest en Fortuna. Beter wordt het niet. En nu nog het punten pakken. Wat zei ze? En nu nog het punten pakken. Nou ja, ik hoop 3, hè. 3 punten. Ja, ook van de Kenja van alles geregeld. Wat heb je zo allemaal op die gezicht? Glitter. Glitter, wat chique. En wie heeft dat gedaan? Daarbij dat kraampje met glittertattoos en zo. Oké, glittertattoos. En er is voetballen en nog een springkussen. Vind je het gezellig? Ja. Ja, neven mij zit Juliette Vriends vandaag kerstvers uitgeroepen als nieuwe Miss Oktoberfeest. En hoe op je Fortuna? Ja, dat klopt. Hè. Hier is het feestje, heb ik begrepen. En het was immer die het ruim om Miss Oktoberfeest te werken. Ja, ik heb het wel altijd heel leuk gevonden, maar altijd gedacht van ja, ik denk niet dat ik de geschikte persoon ben of misschien. Ja, weet ik niet. Iets wilde ik altijd denken en nu dacht ik. Laten we het eens proberen. En kijk het zien. Ja, hier met Oktoberfeest bij Fortuna ook de ex missen. Wat vind je ervan hier? Ja, super gezellig. En ook heel leuk dat we zijn uitgenodigd. Ah, oké. Okay. En ja, wat vind je ervan? Normaal ook naar Fortuna? Of is dit een van de eerste keren? Dit is voor mij de eerste keer. Dus ik vind het echt heel leuk. Wat verwacht je van de wedstrijd dadelijk? Ik gok op een 1-1. AZ gaat het niet makkelijk krijgen. Fortuna gaat het niet makkelijk krijgen. Ik denk dat ze gewoon aan elkaar gewaagd kan zijn. En dat ik gewoon op een 1-1 blijf. Yeah.
Danny, zondagavond 8 uur, dank je de koekoek. Ja, met dit soort resultaten in wedstrijden kunnen we beter elke zondag om 8 uur gaan spelen. Ja, je had ze goed geïnstalleerd, ze hebben gevochten als leeuwen. Ja, zeker. En dat is geweldig om te zien. Dat zie je ook aan de ontlading en de dankbaarheid bij de mensen. Ik denk niet alleen eens door het resultaat. Maar je voelde al tijdens de wedstrijd dat de mensen dat enorm konden waarderen als je zo in de duels weet te komen. En in het moment ook gewoon prima gedaan aan de bal. Ja, als je hem dan ook nog weet te winnen, dan is de ontlading gigantisch natuurlijk. En dat geeft gewoon heel mooi gevoel. Ik denk special goal for the team. We deserve 3 points. Not only about this game, but the work we're putting in the weeks. So yeah, very happy to score the goal and to have the 3 points today. You kicked the ball away, but you put your fingers in your ear, in your ears. Why was that? I think it was emotion in the moment. Like I said, I think it was a special goal for me. En ook voor de team. Matthijs, een prachtige overwinning en je hebt weer de nul gehouden. Ja, beter kan niet, hè, denk ik. Dus nou ja, beter, het kan misschien nog wel beter. Alleen dit is wel een resultaat waar je voor tekent, ja. En dat tegen een topclub. Daarom. Dus kijk, we wisten wel van tevoren. Ze hadden een zwaar schema gehad. Donderdag in Spanje gespeeld. Zware wedstrijd gehad. Dus we wisten wat we moesten doen vandaag. En dat hebben we ook laten zien. Dus dat is heel goed. Fortuna was gewoon sterker als AZ. Jazeker, in de momenten van de wedstrijd of in bepaalde fases. En dat is leuk om te zien. Er was ook een moment in de eerste helft dat we met een aantal jongens heel agressief druk zetten. En uiteindelijk kwam Dallhaus in het duel. Ja, als je toen de reactie zag van het publiek, ja, daar krijg je toch gewoon kippenvel van. Een paar duizend man die veren op en die genieten daarvan. Ja, dat geef ik terug aan de groep. Dat is waarvoor we voetballen. Het is ons hobby, werk. We krijgen ervoor betaald. Maar de mensen blij weten maken door gewoon op een bepaalde manier met een bepaalde houding op het veld te staan, staat nog los van het resultaat. Natuurlijk zijn die mensen blij als je wint. Maar die mensen zijn nog veel blijer als je op een bepaalde manier binnen die lijnen staat. En ik denk dat we dat vandaag echt heel goed gedaan hebben.